Yes! Ja, daar zijn we weer. Daar staan we dan. Ja. Ik heb jullie echt gemist. Ja, wij jou ook. Ja, dat vind ik echt heel fijn. Hey, hou het even bij het positieve. Ik heb namelijk heel positief nieuws voor jullie. Oh. Ik heb er namelijk weer zin in. Nou, dat is wel positief. Ja, maar ik wil wel iets. Hè. We hebben ontzettend mooie dingen mogen maken. Ja. Nieuw. Maar ik zou heel graag iets willen maken wat dan ook baanbrekend is. Iets nieuws, een beetje reuring in het medialandschap. Waar zat je aan te denken? Nou, ik zou heel graag een eigen zender willen beginnen. Een eigen zender? Wat is hier nou raar aan? En jij denkt wat John de Mol kan, dan kan ik ook. Nou, ik wil mezelf niet direct vergelijken met John. Maar ik heb wel ideeën. Ik vind het eigenlijk niet eens zo'n gek idee. We hebben 155.000 volgers op Facebook. 175.000 abonnees op YouTube. Hé, hey, ik krijg dagelijks nog berichtjes hè, van mensen met de vraag waar blijft Streetlab? Ja. Niet waar blijft Jasper? Nee. Maar ik vind het goed, wie kijkt er tegenwoordig nog tv? Hè? Maar dat moet je ook echt alleen online doen. En dan heb je tenminste alle vrijheid. Een online zender. Een online zender. Ik voel een experimentje aankomen, jongens. Oeh. Ik vind het spannend. Heel spannend. Experiment 24 uur. Kunnen wij als Streetlab 24 uur lang live televisie maken op YouTube? Experiment nummer 24 uur. Oké, eigen zender. Wat hebben we daarvoor nodig? Ja, ik denk allereerst gewoon een goede locatie. Je hebt zo'n studio waar je van gaat uitzenden. Gewoon lekker centraal punt waar iedereen langs kan komen. Beetje een soort glazen huis. Ik zat zelf aan Utrecht te denken. Dat is wel gewoon... Bij jou de straat. Lekker dichtbij. Ja, dat vind ik wel leuk. Maar wat gaan we doen? 24 uur lang uitzenden is best veel. Dat is niet niks. Nee. Ja, ik denk, als we dat willen kunnen, dan moeten wij gewoon gaan programmeren zoals een echte zender ook doet. Een eigen tv-gids moeten we hebben. Ja, zodat mensen een beetje iets kunnen verwachten. Ja, ja. Wat willen wij maken? Wat zijn leuke programma's? Ja, ik hou heel erg van de ochtendprogrammering. Gewoon lekker Nederland in beweging. Vind ik heel lekker om naar te kijken. Jij beweegt zelf helemaal niet. Ja, neem daar op. Hij zegt kijken. Ja, kijken. Ik hou zelf heel erg van koffietijd. Gewoon een beetje keutelen met een kopje koffie erbij. Ja, een eigen boekenprogramma. Dat je gewoon heel Nederland weer aan het lezen krijgt. Kleuterboekenprogramma. Ja. Nee, gewoon echt een roman. Van alles. In stripvorm. Alleen wel echt allemaal op onze eigen manier. Want ik vind ook wel dat we echt streetlab-waardige experimenten moeten blijven doen. Gadgets testen. Weet je, een soort van Top Gear. Met dan snufjes en apparaten. Gewoon testen waar het eigenlijk niet voor bedoeld is. Ik zou het heel leuk vinden als Stijn een kookprogramma gaat maken. Komen de mensen eten dan? Ik krijg nu al honger. Nou, wie er kunnen komen eten zijn misschien de first dates van Tim en Jasper. Hey. Ja, ik denk alleen voor de dagprogrammering, dan komt primetime. Ja, primetime. Ja, wat gaan we ermee doen? Nou, gewoon dijken van programma's zoals So You Think You Can Be a Zender, So You Think You Can Do a Trucje. Mijn droom is Streetlab Late Night maken. Op een gegeven moment wordt het succes, dan wordt het een beetje zoals de Super Bowl. Komt Beyoncé uit het dak, lichtshows. Stadions vol. En dan... Zullen we gewoon eerst even rustig beginnen? Ja. Ja, goed, je moet wel een beetje groot denken. Ja, nee, zeker. Strak plan, of niet? Strak plan. Ik zal even kijken of ik nog wat heb, maar ik weet niet hoe we dit allemaal gaan betalen. Maar kan ome John, of kan ik bellen? Nee, we doen dit zonder John de Mol. Wij doen dit op onze eigen Streetlab manier, live en uniek.